Het lopen begint niet bij het lopen, maar het lopen begint eigenlijk al bij het fietsen. Bij het, fietsen. Ja. het lopen begint bij de fiets. Ja, mooi hè? Ja, dat is een mooi tegel. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer hardlopen na het fietsen. Hoe doe je een goede briktraining? De overgang van het fietsen naar het lopen is voor de meeste triatleten een hel. Wat maakt dit eigenlijk zo lastig? Kun je het trainen? En hoe doe je dat dan? En heeft Wisselkoning Gerrit misschien nog tips? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Het is vrijdag 31 maart. Mm -hmm. We gaan de winter eindelijk achter ons laten. April is toch echt wel uh, lente. Ja. En als de lente komt, dan gaan we bijna weer. Ja, de brik trainen. Nee, triatlonnen. we gaan triatlonnen. Ja, triatlon ja, 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 ja. uh, komt eraan. Een beetje ja. raar. Over twee weken gaan we natuurlijk nog naar het summum van het hardlopen, gaan we de marathon van Rotterdam doen. We? Ja. Ik en ja. jij volgend jaar. Maar ja, ja uiteindelijk uh, is voor mij toch ook dat hardlopen uh, erbij gekomen als een soort overbrugging. Van die negen maanden dat je niet kan triathlonen, Ja. Dus ik ben blij uh, dat hij er weer komt. Ja. Uh, hoe ziet jouw uh, triatlonprogramma eruit? Uh, dit uh, um, jaar? tot de zomer niet zoveel. Nee, nog en, steeds niet. Nee. Doe en dan voor de na zomer niks? de zomer, uh, nee, geen. Kunnen organisatoren jou nog verleiden ja, zeker. als ze dit horen nou, dat ze jou uitnodigen? Abso of zo? Absoluut. Ja. ja toch? Ja. Ja, nee, ik maar, heb een vol programma ik uh, in uh, navolging van vorig jaar ja ik, ben, ik word echt goed na de zomer oh ja je ja. piekt, uh, ja. je piekt ja, de zomer wat ga je doen? Eigenlijk. Dat ga ik doen in ieder geval uh, Amersfoort hè daar hoop ik jou weer uh, hoop ik jou weer tegen te komen ja ik hoop dat ons uh, Renkum-avontuur uh, uh, Renkum in ieder geval doorgaat. Laatste zaterdag van augustus. En uh, ik denk Nijmegen. Uh, Even goed, he, mensen die er net invallen: Oh, triathlon, leuk. Renkum is een ja. cross-triathlon. Dus dan zwem je, om te beginnen, met stroom mee. Dat is heerlijk. Uh, in de Kromerijn. En ja. dan ga je op je mountainbike. En dan ren je door de natuur. Keistad-triathlon is dus een week later. Eerste weekend van september. Dat is dan een gewone triathlon. Dan ja. zwem je in de Eem en dan fiets je over de weg. Ik zou het dan, leuk vinden om aan de UHTT-triathlon mee te doen. Maar ja, maar je mag niet, mee nee, doen. Mag nee, niet nee, meedoen. Nee, mag meedoen. 9 september bij het Henschotenmeer. Uh, heel veel vrienden van de show doen al wel mee. Uh, de kwartafstand zit inmiddels al vol. Oh, maar er oh. zijn nog een paar plekjes op de 1 ja. Dus als je denkt, nou, zou ik dan ook eens triathlonnen? Het zijn leuke toegankelijke triathlonnen mee te doen. Ja. Maar ja, als je gaat triathlonnen, dan doe je drie sporten achter elkaar. Zwemmen, fietsen, lopen. Je hoort het al. En in deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag waarom dat eigenlijk zo moeilijk is. Ja. Uh, we gaan lekker even onder de motorkap, zoals we hier zeggen. Wat gebeurt daar fysiologisch? We kunnen het ook wat breder trekken. Hè? Je hebt ook duatlons en runbikes. Zeker, zeker, en, nou, zeker. Ja, uh, Er wordt dus het vaak het combineren van fietsen ja. en lopen, daar ja. gaan we het over hebben. We gaan straks uh, aan Guido vragen of hij daar nog specifieke tips over heeft. Hoeveel, hoe vaak uh, kun je eigenlijk iets fout doen? aan briktraining en we hebben weer wat leuke luisteraarspost want uh, Jurgen, wat is de aanleiding ja. dat we het hier over hebben nou, los de, van dat we enthousiast is zijn tweede hierheen. Maar... ja je noemde hem uh, twee drie die weken geleden die heeft die vraag gesteld ja en uh, ik weet niet meer, uh, ik, ik, ik ben blijven hangen bij de naam, maar hij had een vraag hierover. Dus ja, hij schrijft, uh, ja. kunnen jullie het onderwerp brick training, oftewel koppeltraining, we gaan zo uitleggen wat dat is hoor luisteraars, een keer behandelen? In mijn geval vind ik het vooral interessant om te weten of je door middel van deze training het loopvolume, omla loopvolume omlaag kan brengen en dus blessures kan voorkomen en toch hetzelfde trainingseffect kan hebben. Nou, mm -hmm. dat hebben we natuurlijk twee weken geleden uitgedokterd in de aflevering over het trainingsgat. Ja. Ja, dat kan denk ik. En we hebben ook een, uh, een bericht gekregen van Bianco Witjes. Uh, die zijn we tegengekomen bij de Zevenheuvelenloop uh, natuurlijk. Ja. Uh, nog een leuk idee voor de podcast. Ik ben vervent hardloper, maar door een paar vrienden ook besmet geraakt met het fietsvirus. Alleen nu is het dilemma. Wat is een mooie ritmiek qua trainen om beide sporten te combineren? Voor hardloper zijn er goede schema's voor handen, maar voor die combi niet echt. En er is natuurlijk nog een verschil qua fietsen in de winterperiode. op je fietstrainer binnen. en het fietsen van buiten. Ik ben benieuwd wat jullie me daarover kunnen bijbrengen. Nou, er zijn een aantal verschillende insteken. om het hier te gaan hebben over die combinatie van fietsen en hardlopen. Waar gaan we beginnen? Definities maar even, toch? Brik, ja. Brik training. Wat is voor jou, waar komt het, de naam brik vandaan? Ja, wa wat ik weet. en ik laat me nu graag bij. maar wat ik er nu van weet. is dat een brik is een baksteen is. Ik uh, gebruik ook altijd als ik brik trainingen doe. op Strava. Gaan we vooral volgen. Gerrit Heikoop op Strava. Uh, het uh, bakstenen-emotietje. En dan heb ik uh, brik 1 en brik 2. Uh, want zo zie ik dat voor me. Het is een soort gestapeld muurtje. En je doet eerst het ene steentje. Uh, meestal fietsen. Uh, het mag ook andersom. En uh, je kan ook uh, zes brikjes op elkaar leggen. Ja. En dan uh, uh, lopen. En dan heb je daar weer varianten in. in uh, toen ik aan het terugtrainen was van mijn bijna of echte kuitblessuren... gebruikten we twee keer lang. Dus uh, eerst een uur of anderhalf uur of zelfs twee uur fietsen en dan nog een uur, anderhalf uur lopen om echt die spieren door bloed te hebben. Wat ik vaak deed als triatleet al hoe ik het ken, is uh, wat wij in de club wel de T2GO noemen. Oftewel ja. de transitie 2, twee, tweede wissel en dan GO. Je doet een fietstraining, je zorgt dat je loopspullen al klaar je gaat zo snel mogelijk naar het fietsen, fietsschoenen uit, loopschoenen aan, Daar kunnen we het nog over hebben, hoeveel kleding je nog ja. gaat wisselen. En dan minimaal een kilometer of twee, drie lopen. Om maar even die overgang van het fietsen Dat naar is... het lopen te nemen. Dat ken ik als briktrain. Ja. En waar heb je dat vandaan? Van, van Glaster Van baksteen. Oh, dat heb ik zelf verzonnen, denk uh, ik. oké. Okay. Dat zou goed kunnen. Want uh, ik heb een ander verhaal. Vertel. Namelijk, dat. Wat zegt de wetenschap? Doe, nou, dat is nog niet zoveel wetenschap. Alhoewel, uh, er was ooit een, een triatleet, een hele goede uit Nieuw-Zeeland. Ja. En die heette Matthew Brick. En niet echt, komt daar? Ja, dus en ik heb die, die had zoiets gesproken van: gesproken. Jezus, uh, elke keer als ik ga lopen naar de fiets, uh, dan uh, voelt dat gek aan. En. Uh, ja, ik haal mijn tempo niet wat ik gewend ben. Uh, en die heeft toen bedacht, ik ga daar op trainen. Oh. En zo is eigenlijk de brick training ontstaan. Wat, wat, uh, wat hij deed de is uh, gewoon afwisselend 15 kilometer fietsen, 3 kilometer hardlopen. En dan een paar keer achter paar elkaar keer. bijvoorbeeld. Ah. Ja. En daar, daar komt in mijn optiek uh, Brick vandaan, maar misschien als de luisteraar nog uh, het juiste antwoord of misschien is het allebei wel uh, in. Maar nou, ik vond het vooral zo leuk dat er een emotie voor is van twee baksteentjes. Ja, maar het leuke ook is van, van Brick, is, uh, vind ik dan, hè, hij is uh, orthopedisch chirurg, ja. 60 jaar inmiddels. Ja. En hij heeft, uh, hij, ja, op Wikipedia wordt hij uh, geroemd niet zozeer vanwege de Brick training, maar dat hij een ontzettend goede orthoped is die met uh, meer dan 2500 heup. Uh, Artroscopieën achter de rug. Die, die sleutelgatoperaties. Ik zie een lijntje aankomen. Want hij weet dus heel goed ja, wat er gebeurt in de heupen. Precies. En dat is natuurlijk ja, uh, wat. Ja, waarom, zou je, waarom is die overgang zo moeilijk in, uh, ja. in jou? Hoe... Beschrijf jij eens even, want uh, ik lees in onze reacties dat mensen het ook leuk vinden als jij praat over je sportavonturen. Ja, Beschrijf nee, jij ja. nou eens wat er gebeurt als je in een triathlon van de fiets komt en gaat lopen? Wat uh, ik ervaar is dat mijn, uh, mijn benen ineens heel gek aanvoelen. Een beetje rubberen benen. Uh, en ik, uh, ja, geen afzet überhaupt. Ben, niet al, ben dan sowieso al niet zo van de krachtige afzet, maar dan al helemaal niet. En dat je denkt, oh jee, uh, ben ik hier aan het waggelen? Of uh, ik, kan mijn, uh, ja, ik kan geen output leveren. En dat je denkt, oh ja, en ik moet nog 10 kilometer te gaan. Uh, ja, dat is die mentale klap, ja. hè? Dat je denkt, oh jee, oh jee, oh jee. Maar dit komt wat ik goed. dan ook merk is dat. Ah, dan ga je toch stiekem na een paar honderd meter kilometer op je klokje kijken. En denk je, oh, het valt nog best wel mee. Loop je hard? Nog? Ja, het, het valt niet tegen. Het, uh, het gevoel wat je hebt van dat je echt niet vooruit komt. En dat je dus uh, ja, afzet, zo alle belabbers is, dat je eigenlijk uh, nou, je zo moet beperken in je snelheid. Valt dan wel mee, maar dat je moet inleveren is zeker zo. En meestal na 1, 2 kilometer dan uh, gaat het wel weer... Uh, ja, ja, voelt het wel weer als natuurlijk aan. Ja, en, uh, en dat is volgens mij het belangrijkste wat je ook wil ervaren in die trainingen. Daarom zegt iedereen ook, ook mensen die nu luisteren... en die door ons enthousiast misschien een eerste triathlon gaan doen. Ja. Dat moet je trainen, want... Een al het mentale, we gaan het zo over fysiologisch hebben. Maar ja. dat mentale, dat je denkt, dit komt niet goed. Nee, precies. Als je dus een paar keer hebt ervaren dat het er na één à twee kilometer uitgaat. Dan ja. durf je, ik, ik noem het zelf wat kippenbenen. Ik heb het idee als ik een soort kip wegloop. Ja, ja, ja. Maar, nou, doe jij dat ook wel? Dat uh, zou kunnen, want ja. ik zie mezelf niet lopen, natuurlijk. Maar uh, wat, wat ook is, in de intro uh, refer, heb je mij aan mezelf laten refereren als de wisselkoning. Ja. Nou, gaat het vandaag niet specifiek over dat wisselen, maar waar komt die titel nou vandaan? Ik, als dataneurt, ga vaak in die tabellen met die uitslagen kijken. En al jaren vrij structureel ben ik regelmatig de snelste wisselaar van de dag. Ja. Oftewel, als je de tijd in de eerste wissel en de tweede wissel bij elkaar optelt. en je maakt dat ja. dan, sorteert dat in Excel. dan uh, ben ik Precies. vaak de snelste. En dan ben jij al uh, heel happy natuurlijk. Ja. ja, want ik kan niet zo goed zwemmen. ik kan ook niet zo goed maar lopen. Heb, jij, en ook heb niet je, zo je goed dat fietsen. geleerd vanuit de brick de bricktraining? Uh, nee, daar uh, ben ik naartoe. Dus, dus wat ik doe in die wisselzones. daar kan ik heel veel over delen. en wil ik ook heel graag een clinic over geven. Dat is een andere aflevering, denk ja. ik. Um, ik weet, ik ben benieuwd of daar wetenschap over is, want anders kan het natuurlijk nooit een aflevering. Nou, worden. er is wel het een en ander over gepubliceerd, maar dan dat zijn meer gewoon getallen. Maar dus... over wisselen specifiek? Ja. Oh. Nou ja. ja dit, maar dit... Waar dat voor die wisseltraining aflevering dan, of niet? Oh nee, ik, het zijn een paar observaties dus en studie verschenen in 2000. Nou, dus okay. praat wel. Toen was een beetje de, de Olympic distance was natuurlijk uh, werd een ding of was ja. een ding. Hebben ze wat gegevens? Ja, de zit toch voor de mensen die het niet weten: triathlon is een vrij jonge sport. Hè? Ja. Die is pas begin jaren tachtig begonnen. Dus als je het hebt over nu, twintig jaar geleden, zit je op de helft ja. van de hele ontwikkeling van de triathlon. -sport. En toen uh, was het natuurlijk de Olympische Spelen. Ik weet niet wanneer het voor het eerst was. Met, met Rob Hij uh, ja. mag toen nog op, uh, op zijn leeftijd meedoen. Ja. En toen had, was het natuurlijk de Olympische afstand. Nou, daar hebben ze wat gegevens voor. de verzameld. mensen die het niet paraat hebben, is dus 1500 meter zwemmen. Ja. Uh, 40, 40 kilometer fietsen, fietsen 10, 10 lopen. lopen ja. Met steren, makkelijk. Ja. Ja. Dus dat heeft daar ook nog. En daar hebben ze een artikel over geschreven. Met een aantal observaties, een aantal tips, et cetera. En daar staan best wel inter, interessante dingen in. Deels uh, anekdotisch geven ze zelf aan dat ze, zij zien dan die trop, top triet Ja, wat wij misschien leren of gezegd hebben of dat je leest is. Die laatste uh, kilometers van het fietsen rustiger aan. Of andere kadans. Hè? En, uh, en zij zien die top triathleten, die gaan juist harder. Omdat die als eerste gewoon bij dat lopen willen beginnen. Nou, dus ook daar, dat geeft een beetje aan. Ja, daar kan je ook mee spelen. Hoe belangrijk vind je het natuurlijk allemaal. grappig, als ik op die tip mag ingaan. Dit was uh, toen ik mijn eerste triathlon ging doen. Zet ik dat op Facebook. Zeg ik, uh, ga je eerste ja. triathlon doen? Wie heeft nog tips? Dat is een van de eerste tips die ik kreeg. Ook daarvan kan ik zeggen, ga het even oefenen, want het is mij bijzonder slecht bevallen. Waarschijnlijk omdat ik te licht terugschakelde. Ja, ja. Volgens mij is het idee dat je even je benen een beetje extra soepel beweegt, dat het wat meer bloedsomloop is. Ja. Maar als je dat te veel doet of te vroeg doet, het slaat nergens nee. op, want je valt helemaal stil. Er zijn ook wat studies gedaan trouwens, <laughs> ja. die. Daar uh, doen ja, we voor de aflevering. Wat... Nee, zij hebben bij uh, met name WK's dan gekeken. Uh, gemiddeld, dat, dit zijn toppers, hè? Ja, uh, ja, ja, ja. Even voor de duidelijkheid. De mensen, 56 seconden tijd in de wisselzone voor mannelijke Dan ja. uh, dan praat je eigenlijk van 0,8 tot 1,3 procent van de totale tijd. Dus 56 seconden. Ik oh, weet je niet gaat hoe... mij nu vertellen dat het helemaal niet relevant is dat hoe... ik dit Nou kan. ja, dat zet het wel een beetje in perspectief. Ik weet <laughs> niet wat jouw uh, tijden <laughs> ja, dat zou ik zijn. Het hangt over. natuurlijk ook van de wisselzone af. Exact. Tijd doet er niet toe. Wat ik, wat ik zie is, één, dat is waar. Op de kortere afstand maakt het meer uit dan de lange afstand. Ja. Dus doe je een achtste of een sprint triathlon of doe je Olympisch, dan heeft het zin. Wat ik zie is dat ik gemiddeld per wisselzone 10 man inhaal. Hè, want je, ik, nogmaals, ik ga dan een beetje nerden met die data in Excel en een beetje sorteren. Ja, maar jij maken. zit tegenwoordig toch vooraan in het veld. Dus daar valt niks ja, meer in te halen. Ja, we start bij de Keistad. Nee. Ja, maar okay. ik ben natuurlijk geen topper. Nee, joh. Nee, dus, en, dus één, je kan daar gewoon ja. veel winnen in tijd en in posities. En mentaal is dat ook heel fijn. Mentaal hè, is dat lekker. Ja. Dan moet ik er meteen bij zeggen... ik kies ervoor om de wissel... ook als een wedstrijdonderdeel te zien. Ja. Dat is meteen een tip als je snel wil wisselen. Ja, ja. Ik weet dat er genoeg mensen zijn... Je zegt ja, rot op... Ik vind het sowieso leuk om een triathlon te doen. En volgens mij heb jij dat ook wel gezegd. De wissel is voor mij een rustmomentje. Yep. Ik ga even omkleden, ik ga ja. banaantje eten. <laughs> en dan ga ik een koffie erbij. Ja. En dan ga ik eens aan het volgende onderdeel beginnen. Ja, nou, dat kan, maar dan word je geen wisselkoning. En frikandelletje erin. <laughs> nou, Precies. Ja. Dus dat is een aspect. En de belangrijkste, maar nogmaals, nu zijn we een soort prelude aan het doen op ja. de wisselaflevering. Ik ga er nog één ding over zeggen. Als je wissel goed gaat. En dat betekent dus, als je hem goed hebt doordacht, als je goed hebt getraind en weet wat je daaraan doen bent, ga je mentaal heel lekker in een flow en ga je dus uiteindelijk ook lekkerder fietsen of lekkerder lopen. En dan zijn we weer bij die wissel van fietsen naar lopen, waar we het hier vandaag over gaan. Andersom is het dus ook waar je kan door de hoge inspanning niet meer zo goed nadenken, als je in je wissel gaat lopen klooien, ja. dan raak je helemaal van je hè, dan raak je nog gefrustreerder, raak je gestrest. Ja, nou, dan ben je eerste kilometers lopen of fietsen ook nog niet erbij. Ja, klopt. Dus, ja. dat. En ik wilde nog één ding aanvullen op jouw beschrijving van wat gebeurt er nou. Fiets afkomt, kippenbenen, en we het alle benoemen we allebei, weinig afzet. Maar daarom vroeg ik aan jou, ga je best hard zeker? Wat interessant mm -hmm. is, wat veel mensen ook beschrijven, is dat... ja, je loopt nog niet zo goed... Maar je snelheidsbeleving komt van de fiets ja, af. Ja, dat je dat ook nog dus meeneemt. Dus voor ja. je gevoel ga je knijter langzaam. Ja. En daardoor ga je eigenlijk relatief veel te hard lopen. Ja, dat, dat zou ook wel kunnen, ja. Ja, want er zit mentaal, ja. klopt er iets niet. Want ja. je ging net je een bepaalde nog met snelheid 30 gewend. of 40 km ja. per uur. En nu ga je weer terug naar 12 of 13 of 14 km ja. per uur. En Aha. voor je gevoel loop je dan eigenlijk veel harder ja. dan je normaal wel eens gewend En dat wordt dan weer geremd doordat die benen niet ja. helemaal lekker lopen. ja. Oh, dat kan. Volgens mij dat verschijnsel. Optic Flow of zo heet dat. Nou ja. 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 Dat je door een nauwe straat ook het gevoel hebt harder te gaan dan Precies. door een brede straat. Precies. Ja. Ja. O, oh, dat, uh, dat, dat ken ik nog niet. Omschakeling van de hersenen. Nog even. Uh, uh, die getallen, ja. die, die toppers namelijk, die hebben 8 seconden nodig om een fiets in trek te zetten, de helm af te zetten en de schoenen te verwisselen. 8 ja. seconden. Nou, ja. dus uh, weet je wat je aan kan werken. Zo nee, we maar wat werken. jij. weet u niet hoe snel ik dat kan. Wat, nee, daarom, maar dat horen we dan wel in die wisselaflevering. <laughs> wat wel opviel, wat zij beschrijven en waar ze zich in 2000 in ieder geval echt over verbazen, is dat 70% van de triatleten van nationaal niveau, dus behoorlijk goed. Ja. Die hebben uh, na die wissel uh, blijven zij de eerste 500 meter tot 1 kilometer 10% onder hun 10 kilometer tempo lopen. Dus zij Exist, hebben er dus echt last van. Dat is het wel wat jij zegt ja. dat je minder hard loopt. Juist. Ja. ja. En juist dus, ja, dit zijn toppers, ja. Waarvan je verwacht, die oefenen dit vaak, ja. die zijn dit gewend. Kortom, dit geeft wel aan: er is echt iets aan de hand. Het is echt ja. wel een. een iets beproefing. fysiologisch. Ja. En dat, uh, nou ja, in, Duik er maar eens in dat zijn genoeg, onder de motorkap. Er ja, uh, zijn wat zeker genoeg. studies gedaan. Eigenlijk de makkelijkste manier is van nou, uh, laat een groep uh, mensen uh, triatleten of niet. Al dan niet getraind, eerst een stuk fietsen en daarna uh, lopen. Ja. En uh, vergelijk uh, dat met de, waarbij ze eerst een stukje laat lopen en dan ook weer bijvoorbeeld vijf kilometer laat lopen op een loopband. Gaat ja. dat vaak? Ja. Uh, ga bijvoorbeeld de zuurstofconsumptie meten of zet allerlei uh, plakkers op de benen om te kijken naar de biomechanica. Lopen ze anders? Hoe zijn de kniehoeken? Hoe zijn. Uh, hoe gaat het met het heupgewricht zeg maar? Uh, en daarbij hetzelfde doen ze dan met uh, EMG. Ja. Dus sensoren om de elektrische activatie te meten van spieren. Om er zo eigenlijk achter te komen van ja, wat verandert er eigenlijk? Uh, Als in... je van de fiets afkomt ja. en gaat lopen. En? En ten opzichte van ja, nou ja, het is duidelijk van dat jou uh, dat het uh, meer energie kost. Dus ze hebben ook die loop-economie gemeten ah. en vergeleken dus met iemand die van tevoren loopt en dan eigenlijk gewoon doorloopt en eerst fietst. Ja. Nou, en dan praat je over verschillen van nou, 1 tot 11 procent. Hangt natuurlijk een beetje van uh, de getraindheid, vooral ja. van de getraindheid. Dus dit op. gaat over loop-efficiëntie. Ja. We hebben een hele aflevering al gemaakt, dus het gaat om het idee, je hebt meer energie nodig om hetzelfde tempo te lopen dan... Ja. Precies, Je, ja. niet van dus er is komen. echt iets aan de hand. Nou ja, wat zijn daar dan de oorzaken van? Nou, dat zien ze ook, de hartslag is hoger. Okay. Uh, ze zien dat een soort nou, hyperventilatie, dus eigenlijk de frequentie, maar de ademfrequentie is hoger. Um, en dus ze zien dat ook terug in eigenlijk de, de zuurstofsaturatie in het bloed, die vaak een stukje lager is. Okay. Kortom. Ja, er is echt iets aan de hand waardoor jij minder in staat bent om je zuurstof op te nemen als één. En dan vervolgens effectief efficiënt te pompen naar de spieren die je nodig hebben. Ja. Nou ja, en dan de longen lijkt dan dat die toch wel anders reageren. Ze praten vaak over ja, dat de longcompliantie anders is, de rekbaarheid van de longen. Maar het is een Spreekt beetje stifiek, is... Want ik vind het toch interessant. Je, je, deze getallen, om weer even context te plaatsen, hebben dus een groep mensen laten lopen en dan lopen. Ja. En mensen laten fietsen en dan fietsen. Ja. En dat, dat fietsen, en fietsen en dan het lopen. feit dat ze gefietst hebben, ja. heeft dit soort fysiologische ja. effecten. Ja. Begrijpen we? Ja, waarom? niet. niet maar kijk, uh, het is wel zo van uh, echt gemeten is gewoon zuurstofconsumptie. Ja. En spieren en dan de, de biomechanica. Ja. Ze gaan wel nog relateren aan, nou ja, waar komt het vandaan en hoe zit het in de wedstrijd? En ja. dan komen ze erbij van, ja, oké. Okay, vergeet niet dat in een echte triathlon je ook vaak te maken hebt met misschien. Uh, je hebt niet genoeg gegeten, dus je glycogeenvoorraad ah, is aan het opraken. Tegen dus die tijd dat je bij deze bent. Ja. Je hebt uh, vocht verloren en dat verklaart ook dat je hartslag al extra omhoog gaat. Ja. Je, kan een beetje, je kerntemperatuur kan iets zijn opgelopen. Nou, ja. We weten ook dat dat gepaard gaat met een afname in je loopefficiëntie. O oh ja. Dus het is deels uit laboratoriummetingen echt bevestigd en deels uit, uh, ja, uh, uit de veld. context uit het veld. En in het veld zit daar natuurlijk nog bij dat die wissel, de wissel zelf, is ook niet bepaald een rustgevende nee. momentje. Nee, hè? helemaal nou, niet. Nee. Als ik nee. nou kijk waar heb ik ja. hartslagen, is dat natuurlijk op die eindsprint bij de finish, maar zeker ook in die wisselzone. Ja. Ja, nee, maar dus ook met die longen zeggen ze ja, dat is waarschijnlijk toch de houding. Dat je daar uh, en het feit ja, dat hyperventileren is misschien de stress ook van de wedstrijd. Ja, maar ga je eigenlijk kijken nu puur ook van ja, biomechanisch zeg maar. Ga jij anders lopen? Ja, dan is dat toch best wel moeilijk. Maar dat zit hem ook in het oppikken van door middel van uh, als jij gaat kijken, dus naar echt naar de loopbeweging. Ja, ja, zeggen ze af en toe uh, wat je wel ziet is. Gemiddeld genomen dat het de romp iets meer naar voren uh, hangt nog okay. tijdens het lopen. Ja. Alsof jij dus jouw uh, fietshouding meeneemt in het begin. Uh, Maakt de... het voor dit experiment of voor de wetenschap nog uit of ik op een triathlon tijdrit haal? Nou, daar komen we zo gezeten. nog wel op, want dat oh, vind sorry. ik wel weer interessante Coïne. dingen. Ja, ja. Uh, de kniehef is wat minder. Ja. En ook in die emg metingen zien ze wel eens uh, op zich dat. Uh, ja de activatie van aantal uh, beenspieren net anders verloopt ja. dan dat je zou denken als iemand niet van tevoren heeft gefietst dus er wordt zeker wel wat gevonden maar het is allemaal niet heel consistent en ik denk ook dat het erg afhangt ja van uh, de getraindheid natuurlijk van mensen en ja. uh, in hoeverre ze het gewend zijn ja um, maar zelfs bij elite triatleten, een recente studie, zagen ze eigenlijk dat de eerste drie minuten, dus het gaat wel weer over, dat zij biomechanisch gezien, dus nou ja, met plakkertjes overal en dan met camera's gekeken, drie minuten iets anders liepen. Hm. Uh, ja, en dat... Logisch ook wel, hè? Erg, het is wel, fijn ja. dat de wetenschap dit bevestigt. Maar ja. iedereen die wel eens een triathlon heeft gedaan, herkent het ook. Dus ja, maar het fijne is ook. misschien ook dat je zegt, het, het duurt maar even. Hè. Het ja. kan weer overgaan. Ook en, dat uh... is wetenschappelijk aangekondigd. Ja. Ja. Nou ja, uh, een beetje een open deur is, want zij hebben natuurlijk ook gekeken, denk ik, in al die studies van, uh, ja, wat loopt, ze weten misschien van triathleten, wat hun normale 10 kilometer tempo is. Of je ziet wat ze lopen na drie kilometer. En wat doen ze dan aan het begin van de wedstrijd? Als je dat relateert een beetje aan hun de manier van fietsen, ja, en dat is niet alleen De manier van fietsen? Ja, is eigenlijk economisch fietsen. Oké. Okay. Dat zijn gewoon natuurlijk, en dat zijn ook allemaal een maar, beetje ja, ik inkoppers. ik zeg oké, okay, maar ik denk eigenlijk, wat is economisch fietsen? Ja, dat jij tijdens, uh, bij een Olympic distance mag jij natuurlijk in het zorg van anderen, ah, mag zo. je in een groep fietsen. Ja, ja, ja. ja. En als uh, iemand uh, heel veel op kopwerk heeft gedaan, ja, dan zie je dat ook vermoeider. Uh, ja, ja, ja. dus nou ja, dat is misschien een van de tips die we straks wel kunnen geven. Het lopen begint niet bij het lopen, maar het lopen begint eigenlijk al bij het fietsen. Bij het, fietsen. Ja. het lopen begint bij het fiets. Ja, fietsen. mooi hè? Ja, dat is een mooi tegel. Ja, maar goed. Um... Ik wil wel doorgaan, want er we zijn wel we, we, we nieuwe studies. Ja. Uh, we hadden ook dat en anders. Ja, dat is allemaal goed. Wat, wat het leuke is, er zijn een beetje oude studies gedaan. Oudwets EMG, kan je dat meten, et cetera. Ja. Maar tegenwoordig heb je gewoon nou, de Stride-achtige dingen. Ja, de de accelerometers. Ja. Uh, binnenkort gaan we volgens mij ook eentje testen voor uh, te kijken naar adem. Uh, ja, we waren bewegingen. vorige week natuurlijk in het lab. Ja. hier is het gelukkig weer een stuk warmer. Maar we gaan weer terug naar het lab ja. en dan gaan we een shirt meten wat. Ademhaling. Precies. Dat kan ja. Timeware. En eigenlijk zijn het allemaal dezelfde soort uh, metertjes. Hè? Ze reageren op versnelling. Ze reageren op positie. Ja. Uh, en zij kunnen dus, ja, eigenlijk is het een beetje in dit geval denk ik altijd ach. Het zijn makkelijke sensoren, we hangen ze op, uh, we meten wat en we zien wel wat er gebeurt. En ja. dat, dat zijn veel studies die nu gedaan worden. Maar omdat ze ook zo makkelijk zijn. Um, en, maar die het voordeel hebben dat ze in het veld uh, gebruikt kunnen worden. Nou, in dit geval hebben ze zo'n uh, sensor uh, ja, eigenlijk op de buik gehangen. En als maat een beetje van je lichaams zwaartepunt om te kijken hoe dat beweegt. beweegt. Ja. En je weet natuurlijk, bij het fietsen uh, zit dat behoorlijk stil. Moet dat stil? En bij het lopen, ja, dan krijg je er wel beweging in. Maar dan wil je eigenlijk ook dat hij voornamelijk in voorwaartse richting gaat. En niet te veel verticaal uh, heen en weer beweegt. Want dat geeft allemaal energieverlies. Nou, wat zij gedaan hebben, recente studie in uh, 2021. Getraind atleten. Nou, die liet een koepertest ondergaan. Een piepjes test, toch? Koepertest is 12 minuten. Ja, maar. Oh, dat is niet ja. de piepjes test. Nee, de piepjes test is. Uh, de yo-yo. De koepentest is 1 nee, minuten lopen, ja, zoveel mogelijk. Deed je vroeger op school, hè? Toch? Ja, en ja. Dan, dan ging je altijd uit van in ieder geval meer dan 3000 moest je wel halen. Dan deed je een beetje mee. Maar ze, nou ja, dan hebben ze, ze hadden gewoon een parcoursje, lekker. Ja. En dan 12 minuten lopen, en dan van tevoren de ene keer van tevoren nog fietsen. Ik denk, nou ik weet niet hoeveel, 20 kilometer of zo. Ja. Hard? interessant. Uh, ja, ja. ja. En dan wel denk ik, uh, ja, zoals uh, op de. Uh, met het vermogen dat je gewend bent bij een triathlon. Ja. Nou, uh, en dan gekeken naar. Um, ja, in dit geval, leuk, hadden ze ook een. Uh, een nirs op hun. Nee. Uh, hey. Nou, Heup, afleveringen beginnen of, mooi aan elkaar te ja, ragen, uh, reigen. Mensen die het gemist hebben, uh, ga terug naar vorige week. Ga vooral naar YouTube kijken, naar ons slimmer Presteren sportlab. Waar wij de Near Infrared Sensor hebben getest. Ja. Die de, de saturatie van de spieren ja. meet. En daar zien ze ook daadwerkelijk dat het afhangt of je eerst fietst. Of, uh, of dat niet hoeft te doen. Of, of gewoon eerst even een stuk hebt gelopen. Op die, uh, die zuurstof, uh, de lokale zuurstofsaturatie... Kortom, het kost meer energie eigenlijk. Ja. Dus die, die VO2 max, eigenlijk die zuurstofopname, zie je terug op lokaal niveau in de spier. Dat, dat, ja, dat het meer uh, zuurstof kost om, uh, om te lopen na het fietsen. En wat betreft eigenlijk, uh, want ze gebruiken die accelerometer, die sensor, om te kijken ook naar het looppatroon. En dan zien ze juist dat de paslengte korter wordt. Ja. Nou, het scheelt ongeveer 10 centimeter. Je gaat dat is kleinere dat kippen lopen, ja, ja, dat herken ik. Lopen als een kip. Uh, zonder de, eigenlijk, de, de, de pasfrequentie uh, verandert niet. Uh, die verticale oscillatie, verticale beweging is uh, onveranderd. En de grondcontacttijd uh, is ook onveranderd. Dus het ja. zit er met name in, ja, nou ja, zoals jij het, uh, als, een, als een kip lopen, uh, kleinere passen ga je maken. Ja. Um, en dat is eigenlijk, vind ik, wel een uitnodiging aan iedereen die af en toe een briktraining doet of van. En een, ja, uh, het geld over heeft voor uh, metertjes die jij ook allemaal gebruikt. Ja, uh, ga dat terugzoeken. Ga eens kijken Waarom? of je dat nou ja, voor jezelf kunt Voordat je kijken. we nu mensen aangaan met jezelf. Uh, nou, uh, wat gebeurt er bij jezelf? En kan je dat verbeteren met briktraining? Dit ja, is eigenlijk nou. een uitnodiging. Je kan tegenwoordig natuurlijk allemaal veldstudies bij ah, jezelf doen. Kun je het doen. verbeteren, ik zou ja. zeggen. Want ik ga nu bijna in het Jurgen Vertevelen kamp trainen op gevoel. Ik bedoel, ja. dit voel je toch? Uh, maar ja, jij zei dan nou, je bij, die, met... bij dit soort dingen vind ik het wel leuk om dit soort data te verzamelen voor en dan, jezelf. En dan wil je dus kijken of het je. Als je regelmatig een brik training ja. doet. Oftewel regelmatig even gaat lopen naar het fietsen. Lang of kort, horen ja. we zo. Dat je dan gaat zien in je data dat je staplengte. Ja. Gro sneller groter wordt. Ja, of dus dat je efficiënter gaat Zoals die normaal is bij ja. een 5 kilometer, okay, 10 kilometer. Ja, nou 10 Ja, kilometer. ja. <laughs> ja, ja, ja. Ik, dus daar heb ik geen gadget voor nodig. Maar nou ja, er ja. zijn wel meer van dit soort uh, studies tegenwoordig. Um, dat is denk ik wel een dingetje. Een zadelpenhoek. En uh, de houding op de fiets. Ja, want ik kan me herinneren, we hebben een aflevering gemaakt winst met wind. Ja. Ging heel erg over wielrennen, aerodynamica ja. en over het zitten. En daar hebben we het volgens mij al een keer gehad over dat er een soort optimum is. tussen heel agressief aerodynamisch zitten, mm -hmm. maar daardoor zo opgekropt zitten, dat je eigenlijk, dat ging doen, alleen al over fietsen. Niet meer genoeg vermogen kan leveren. Ja. En dat je dus daar al op zoek gaat naar hoeveel vermogen wil ik kunnen geven en hoeveel aerodynamische ja. winst wil ik hebben. Dus dat is eigenlijk inderdaad dat spanningsveld van ja. kan jij in een bepaalde houding nog net zoveel vermogen leveren. Ja, maar dit was letterlijk fietsvermogen. Ik ja. hoor dit ook wel eens rondom triatleten. Mm -hmm. Want wat gebeurt daar? Ja, nou het idee is natuurlijk, uh, waarom is het zo moeilijk om naar het fietsen te lopen? Nou, los van de vermoeidheid. Ja. Uh, aspect en, en misschien uitdroging, en misschien te weinig gegeten, is het, je, ja, je zit in een bepaalde houding ja. waarbij met name natuurlijk de hoek van romp, ten opzichte van jouw bovenbenen is, uh, is klein. Ja. Je, je, ja, je zit voorover gebogen. En wat dan het idee is, van nou, ja, je, je heupflexoren, uh, uh, je heupbuigers. Ja, die, uh, die zijn verkort. Met name tijdens het fietsen. En dat zou dan ook consequenties hebben voor andere spiergroepen verderop. De quadriceps, de bovenbeenspieren aan de voorkant. Wellicht ook de hamstrings uh, die aan de achterkant zitten. En dan je kuitspieren. En ja. uh, daar wordt altijd gezegd: ja, als jij dan iets naar voren gaat zitten. Uh, dus die zadelpenhoek wat uh, ja, groter maakt in dit geval, meer richting de 90 graden. Ja, Dus dat de hoek tussen je rug, als het ware, of je, je heuphoek, doordat je wat naar voren gaat zitten, gaan je benen wat meer naar beneden ja. en je rug wat naar voren. Precies. Ja. Ja. En dat je dus daarmee eigenlijk die heupflexoren minder verkort. Ja. En dat dat ook consequenties heeft, gunstige effecten voor de lengte eigenlijk van, uh, ja, en de belasting van de spieren die je inzet voor het fietsen en het lopen. Dat dus je eigenlijk het idee is van. Ja, dat je op die manier bijvoorbeeld je hamstrings een beetje kan ontlasten. En ja. uh, misschien dan. Uh, alleen dat is vaak dit leesje. Ja. En er zijn nog niet zoveel studies gedaan die er echt naar gekeken hebben. Dit is in ieder geval een dan studie. We komen nu die een vond... beetje op het domein van de hè? ja En daar heb je toch, naar mijn mening, een aantal goede en ook een aantal cowboys rondlopen. Ja, zeker. Ja, ik uh... lijkt nou Ik zit nee, ja, dus niet wat ik bedoel, over de cowboys voor ja. dat het oplichters zijn. Dat is helemaal ja. niet wat ik zeg. Mijn gevoel is dat er af en toe wordt gemouwd over millimeters. Ja. Waarvan ik denk: ja, hoeveel maakt dit nou weer uit? Dat wil ik maar zeggen. Ja. En ik denk dat er heel veel goeie zijn. Zeker als je met pijn op de fiets zit, dan moet je dat een keer doen. Maar um, uiteindelijk, het millimeter, het mierenneuken op de millimeter, heb ik zomaar twijfels bij. Ja. Nee, maar wat het in ieder geval, er zijn studies geweest en die hebben gewoon gekeken wat als ik iemand laat fietsen met een, een, een andere zadelpenhoek. Ja. Stijler in dit geval, van 73 naar 81. Ja. En, en daarna dezelfde soort test gedaan van uh, ga daarna een stuk lopen. Ja. En dan zagen ze ook daadwerkelijk in de prestatie terug dat die uh, beter was. Kortom. Het lopen gaat beter. Bij ja. een grotere hoek tussen heup en bovenbeen. Ja, ja. Ja, ja dus eigenlijk ja die dat zadel staat rechter omhoog minder ja, uh, ja. rechter boven doen, de of je dit, uh, rechter boven de brackets voor de, is het voor, natuurlijk. voor de kijkers op YouTube maar ja. wat, wat ik altijd voor me zie is dat je zit natuurlijk heel lang zo ja. opgevouwen en bij dat lopen wil je juist deze hoek ja hè, open trekken en dat is natuurlijk het probleem en dat is wat er volgens mij los moet komen ja, toch precies dus als jij iets meer ja je benen rechtop hebt ja uh, dus een soort staand fietsen. Ik wil hem ja, wel, wel op je zaal. Ja. Dat is het idee. Maar dan geldt ook hier weer voor. Dat is natuurlijk een afweging. Tussen hoe hard kun je nog fietsen ja. en hoeveel bereik je ziet. Het wel lekker zitten, voor. noem maar op. Er ja. nou ja, is een studie gedaan in uh, toch wel ja, in 2011. Daar hebben ze gepoogd door met. Uh, met allerlei plakkers op uh, de benen en uh, ook met die EMG-metingen. Ja. Om eens te kijken, ja, wat verandert er nou precies aan, aan hoeken en aan activatiepatronen? En, en zij zei, uh, nou ja, een paar, paar dingen die hun opviel. Is, er wordt altijd gezegd, ach, nou, altijd door sommigen nog gezegd: lopen, daar gebruik je andere beenspieren voor dan, dan fietsen. Dan fietsen. Ja. Ja, ja, ja. Dus maak je niet zo'n zorgen. Nou. Zij ontkrachten dat uh, behoorlijk door te zeggen nee, want zij meten eigenlijk alle belangrijke spieren. Alles uh, doet mee. En alles doet mee. Alleen, ja, je hebt wel te maken met hele andere, uh, met name lengtes van spieren. In, uh, simpel gezegd, uh, bij het fietsen is het allemaal lekker. Uh, ja, het is natuurlijk concentrisch, hè, de beweging. Ja, ja. Uh, en de, en de, de veranderingen in lengte zijn relatief klein. En het is natuurlijk, ja. Uh, dus de, in die zin een soort beschermd, beschermde manier van waarop die spieren kunnen opereren. Uh, bij ja, het lopen... Dat is het maar omdat je vastzit aan je trap. Ja. Ja. En bij het lopen, ja, dan ga je, uh, gaat het een beetje los en worden die spieren die moeten behoorlijk gaan opereren over een veel uh, langere range ja. van lengtes. De range of motion. Ja, waarbij ze dan ook nog geactiveerd worden natuurlijk, terwijl ze juist, of samen moeten trekken, terwijl ze verlengd worden. Ja, dus dat ja. excentrische, ja. Nou, dat kennen we van uh, heuvel aflopen heel sterk, dat geeft die extra spierpijn. En uh, zij laten eigenlijk zien: van ja, dus dat is er al gaande. Dus het is deels misschien appels met peren vergelijken, maar. Nou ja, het zijn nog steeds appels, want zelfs het een bieren. Ja, het is nog alleen, steeds fruit, uh, moet je wel ja, zeggen. Ja. De Granny's met uh, de. Noem eens een andere soort appel. Die Jonah hij, Gold. Uh, ja, met een Jonah goldje. <laughs> ja. Oké. Okay, uh, en wat. Dat vind ik trouwens helemaal niet lekker. Ik vind de Braeburns het lekkerst, maar uh, die komen uit Nieuw-Zeeland. Dus eigenlijk niet goed, hè? Nee. Wat, nee, wat nee, is jouw meer. favoriete uh, appel? Ja, een beetje die. Uh, ik, ik ga voor die kleine Jonah Goldjes. Die, ja? Uh, ja. Ik vind die altijd zo, zo melig. Hmm. Ik vind het zo goed. jammer dat Brebuns uit Nieuw-Zeeland. Ja. Je wilt natuurlijk niet je fruit uit de, over de hele wereld uh, shippen. Ja. Daar moeten we vanaf. Maar okay. ik vind ze wel het lekkerst. Een beetje zoet, beetje aparte zuur. aparte aflevering anyway. ooit. Uh... Misschien nee, er we is gaan Een verder. fruitsponsor die uh, ja. leuk uh, wil adverteren. Dit was een ongesponsorde boodschap. Wat een beetje wel wat, wat zij zei is: zij vonden niet veel verschillen uiteindelijk. Zij hadden wel ze hadden zoiets, ja, we kunnen het niet meten. Of het is toch allemaal het wordt een beetje overschat, wat dan zo'n zadelpenhoek. Precies, veranderd. Ja. Zij vonden daar eigenlijk geen verschillen in, dus uh, activatiepatronen of uh, in... in uh, en dat kan je ook voorstellen, het gaat om minimale verschillen, kun je dat oppikken. Wat zij daarentegen wel meer vonden, wat gunstiger was uh, voor in ieder geval... Uh, ja, als je, als je gaat kijken, wat is de gunstige manier om te fietsen? Welke positie, fietspositie, ja, ja, laat ik ja. zo zeggen, ja. lijkt het meest op ja. lopen... En daarvoor hebben ze eigenlijk drie uh, posities vergeleken. Heel aero, ja. en dan is dus eigenlijk met een opzetstuur. Ja. Uh, dan het uh, tweede uh, is in de beugels ja. fietsen. Onderin. Ja, onderin. Ja, onderin. En de derde is gewoon Handjes de handen op de beugels. Ja. Nou ja, je, je nee, vindt mannen. No. Ja. Nou no. ja, de laatste zeiden ze van, Wat? ja, dan zien ze Handel daadwerkelijk... Ja, dat puur voor uh, de, de, nou ja, de heuphoek. Weet ik, wil, ik geloof het best. En je hebt al eerder in deze aflevering gezegd, het lopen begint bij het fietsen. Maar ik heb er wel lol in en ik probeer het positief constructief te brengen. Maar als ik in een wedstrijd, in een triathlonwedstrijd ja. zit en ik haal iemand in die met zijn handen op zijn stuur fietst, dan kan ik het toch niet nalaten om even te zeggen, hey! Het is dus een wedstrijd, handjes ja, ja. in de beugels. Ja, tenzij. Maar die... eigenlijk zeg je dus nu dat, uh, nou ja, dat tenzij is... die persoon je later bij het uh, lopen, het lopen inhaalt in de eerste kilometer. Ja. en dan zegt, hey, studies niet gelezen, uh, ja. meneer de podcast. En ik worstel hier ook mee, want uh, ik ik vind vooral leuk dat heel veel mensen de laatste jaren aan triathlon gaan doen en ja. ik doe ook echt mijn best om dat imago. Van die veel te fanatieke mannetjes met veel te dure spullen. Die ook nog. Ik hoor wel eens verhalen van ja, ja. mensen zeggen dat ze ongezellig in de wisselzon. Dat probeer ik echt weg te halen. Dus ik wil ook iedereen uitnodigen. kom vooral Londen. En als jij met je handen op het stuur wil fietsen. Moet je met je handen op het stuur fietsen. Ja. Maar. In het kader van. Je hebt nou eenmaal een wielrenfiets. Er zit zo'n beugelstuur op. Dan denk ik. Als je ze vandaag niet gebruikt. Wanneer ga je dan ja, met je handen nee. in de beugel zitten? Dat toch? is ook zo. Ja, ja. maar. Maar goed, um, dit is ook wel in andere studies ook al. Ja, ze zijn erg bezig met die positie uh, ja. van en, en, en dat is wel wat er dan gebeurt. dan doen ze weer die sensoren om. Ja. En dan zien ze ook waarschijnlijk toch een kleine verschillen in dan die manier waarop die, uh, je lichaamszwaartepunt verandert bij het lopen. En dat dat dus eigenlijk de houding van tevoren, of je nou in die beugels zit, of op de remgrepen, of aero... Dat kom je dan terug in de eerste 500 tot 1 kilometer. Ja, want dus, dat zei je in het begin al. Hè? Ja. Al dit waar, want, want we zitten lekker diep in de studies. Ja. Ik hoor uh, Vroemen al een beetje op de deur kloppen. <laughs> want uh, we moeten zomaar eens hebben over. Ja, hoe ja. doe je zo'n briktraining dan? Maar dit is allemaal om aan te geven: oké, okay, er zijn effecten. Maar je begon er met te zeggen: ja, in de eerste 1 à 2 ja. kilometer. Ja. 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 Nou, dan, dan vind ik toch nog twee dingen dat ik graag wil noemen. Ik dacht nog één. Nee, nou. ik heb er twee. Nou, eerst maar uh, Ja. Er is naar nou, dezelfde soort groep. Volgens mij dezelfde groep die dit doet. Die heeft het, het, dat parcourtje, die hangt een sensor om de buik. En die gaat gewoon uh, testjes, uh, doen. testjes doen. Ja. En die hebben ook gekeken naar uh, het, uh, je schoenplaatje. Ja. En dat, uh, daar hebben ze verschoven normaal. Dus, dus voor de mensen, ik ga het toch even zeggen, ja. ook omdat we hopelijk recreatieve sporters bereiken. Dus op het moment dat je je schoenen aan je pedalen gaat vastklikken. Ja. ja No-brainer, ja. maar stel dat je het nooit gedaan hebt. Uh, ja. Komt er een plaatje onder je schoen en dat, dat zit niet zomaar ergens. Daar kun je van alles weer ja. aan pielen: naar voren, naar achteren, ik naar Ik doe links, dat rechts. niet, want ik uh, denk, nou, uh, never change a winning uh, uh, <laughs> Winning <plaatje>. schoen, <laughs> ja. Maar je kan er inderdaad wat mee. En zij hebben het best wel. Uh, want normaal zit dat onder uh, je NPT. Beetje onder de bal van je voet, toch? Ja. Ja, ja dat is een bepaald gewrichten van die uh, middenvoetsbeentjes. En dan. Ja. Uh, uh, en zij hebben het bewust dan één centimeter naar achteren geschoven in die studie. Ja, en zij vonden achter, daar. De, oftewel, steken je tenen meer over de trappers. Ja. ja. En uh, toen eigenlijk gekeken van. Nou, wat, wat als je daarna gaat hardlopen? En zij zagen dan. Even kijken wat uh, ja een, een toch een verschil uh, ten gunste eigenlijk van dat plaatje iets naar achteren voor de loopprestatie daadwerkelijk hebben ze gemeten nee. in die eerste de twee drie kilometer. Ja, want, en, want nu worden ordingooters belangrijk hè? Ja. Want als wij hier gaan roepen, het is interessant voor triatleten om je schoenplaats naar achter te zetten. Dan wil ik weten één hoeveel levert ja. dat op? Ja. Is nou, dat? Ik ga uit van uh, rond de halve minuut op vijf. Ik uh, denk, het ging om. Uh, uiteindelijk, ik zit hier hard op. Te ja, kijken. je zit de studie even te bestuderen. 22 minuten hebben ze erover gedaan. En dan ga ik eruit dat dat alleen maar het lopen is. En dat ze het fietsen namelijk gecontroleerd hebben. Met uh, dat iedereen hetzelfde vermogen moet leveren. Ja, dan mag ik wel hopen. Nee, want dat is vervolgens belangrijk. Van drie, hè? Want... Een halve, minuut, een halve op, minuut op 23 minuten. Kan interessant zijn. Ja. Maar. En daarbij gekoppeld, <laughs> ja. de RPE ja. was ook iets lager. Oké, okay, dus het voelde beter. Ja. ja. Nou, dat vinden wij mooi. En dan gaat het om 11,5 en 10,6. Nou ja. Zo. Op ja. die schaal van 20 is ja, dat dan. Ja. Maar als wij dit natuurlijk, voordat mensen dit als tip gaan ja. opschrijven, wat ik ook moet weten, en wat jij niet denk ik in je studie hebt, wat was het effect op de fietsprestatie? Ja. Nee, Want nee. we kunnen hier wel van alles in onze veranderen. Daar gaat gaan het veranderen. hier dus helemaal niet om. Ja, Zijn maar kijken, gaat het met puur, nog wel om. Hoe kan jij die overgang wat, uh, wat soepeler maken? Ja, maar je zit ja. langer op de fiets dan dat je ja. loopt. Ja, dus ja. Uh, de, ik zou hier toch voorzichtig ja, mee pionieren. Als, uh, als jij er tegenaan hebt die kippenbenen, dan wil ik wel eens vanaf. Ja, precies. Nee, nee ik ga ook niet zeggen, uh, allemaal een centimeter achter. Maar daar valt misschien wel ja, ja. een beetje talen. Maar daarom is het, denk ik, kom ik toch weer terug. Heb jij, vind je jij het leuk om een beetje te vreubelen aan jezelf, <laughs> experimentjes te doen? Heb jij, een, heb jij metertjes inderdaad om ja, dat uh, te ja. meten? Dan nou. kun je hier eens lekker mee gaan pielen. En misschien als we een groep van 10, 20, 30 mensen verzamelen. Dan, je nu dan weer kunnen nu we, we een studie inderdaad, Ach, gaan we een event ja, doen. Ja, dat is altijd ja, zo'n succes leuk. bij ons. Dan hebben ja. We hebben daar ook weer een paar leuke mails in de mailbox. En dan komt het er niet van. leuk. Dus er zullen heus wel meer studies van deze groep komen. Ja. Of, uh, het gaat inderdaad om details. En, uh, het andere is cadans, wil ik jij noemde het even Ik al. wil gaan trainen. Nou, en dan vroemen. Dat, de cadans... Uh... Eigenlijk gaat het ook uh, beide kanten op. Moet je nou inderdaad lichter oh, gaan Oh ja, daar hadden we het in het begin even voordat over. Voordat je uh, gaat, uh, van de fiets afgaat, ja. zoals Dit jij zei, van, maar dat weten. voelt heel gek. Want waarschijnlijk ging je overdreven van ja. het, het grote voor naar het kleine. Ik ging te veel <laughs> en, versnellingen te licht. Ja. Uh, ook anderhalve kilometer daarvoor al. Ik, dat was mentaal ook dat was een heel slecht idee. Ja. Ik doe het nu uh, een paar honderd meter, als ik, als ik de wisselzone al zie... Dan uh, schakel ik een paar, twee, drie versnellingen op of zo. Ja, ja. Dat. Op zelfs. Uh, ja. ja, dus dat ja. het lichter ja. wordt. hè? Ja. Ja. Nee, nou, maar. Goed of af, maar in ieder geval. Ja. Achter, het maakt eigenlijk. Grote afhankelijk, af, uh, afgaande van de paar studies die gedaan zijn. zeggen ze. Nou, het maakt er eigenlijk niks uit. Nee. <laughs> Want? Dus, uh, ja, nou, omdat de ene keer is gevonden. van uh, ja, met lichter trappen. dat de eerste 500 meter de loop economie beter Meten was, zou zijn. En, uh, en, maar uiteindelijk voor de drie kilometer tijd maakte dat dan ook weer niks uit. Oh. Dus uh, en in het andere geval ze juist vonden dat iets zwaarder trappen uh, okay. gunstig was. Dus we gaan hier uh, het advies geven. Doe wat goed voelt. Ja, precies. Voor jou. Ja. ja. Nou, dat is altijd een mooi advies, toch? En dat, ik zie een mooi event aankomen. Dat gaan we allemaal meenemen. In het, uh... Nou, ga heb het maken dan. Hé, hey, uh, luister. We gaan naar uh, Guido Vroemen. Maar niet voor dat. Ik denk dat dit wel een mooi blokje is. Om af en toe het even over onze vrienden van de show te hebben. Is goed. Uh, en ook over ons businessmodel van de podcast. Vragen ook veel mensen. Hè? Jongens, al 135 afleveringen van ja. Dialog. Waar betaal je die mooie bus van ja, jou van, Waar betaal je dat allemaal van? Ja. Nou, onder andere was natuurlijk al ons plan toen we hier in februari 2020 mee begonnen. Dat je ons kan boeken. Mm -hmm. Dat uh, is toen tweeënhalf jaar waren er geen events. Maar die zijn er weer. En er komen meer ja. en meer boekingen. We zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de uh, Velorug Fietsteam. We zijn bij onze eigen triathlonvereniging. We zijn bij een uh, mooi innovatief bedrijf in nieuwe eiwitbronnen uitgenodigd. Die met hun medewerkers naar een triathlon gaan toetrainen. Om daar wat enthousiasme en kennis te delen. Dus... Uh, het begint te gebeuren, ik wil nice. maar zeggen, als je het leuk vindt, uh, nou ja, we zeggen het al aan het begin van de aflevering. Wat ook nog steeds begint te gebeuren is dat steeds meer mensen vriend van de show worden. En dat is eigenlijk nu toch wel onze belangrijkste inkomstenbron om een beetje de kosten te dekken. Mm -hmm. uh, Vriendvandeshow.nl slash slimme daar ging uh, Indra heen. Gerry Visser uit uh, Terschelling kwam mm -hmm. ik tegen in school, superleuk. Mm -hmm. Helene van Oers is vriendin van de show geworden. Wim Nieuwenhuizen, Carlien. Weet je wie dat is? Kaline Harms. Yes, ja, dat is Harms. Ja, de bekende topatleten ja, van vroeger en nu uh, sportdiëtiste. Ja. En, ik vind dat spannend als wij het over sportvoeding hebben, maar zij schreven toch bij, ik stuur af en toe wel eens een aflevering van jullie ja. door aan mijn cliënten. Dus maar uh, je weet niet of dat het sportvoedingsaflevering uh, is. Nee, zijn. Dat zou ook <laughs> een andere aflevering kunnen zijn. En ook Sjors, zonder achternaam, is uh, vriend van de show geworden. Dus uh, wil je bij dit uh, legertje horen, dan uh, ga naar vriendvandeshow.nl slash slimme podcast. Als je betaalt, mag je in de exclusieve slimmer, spere, slimmer presteren podcast Strava Club. Wel leuk. Uh, sinds dat wij het er laatst over hadden, uh, zijn toch ook meer mensen jou gaan volgen. En uh, ga je hopelijk <laughs> ook met wat meer aandacht aan jouw Strava posts werken. En uh, je krijgt 25% korting in de webshop hè, op alle artikelen ja. die je daar kan vinden. Shirts, dus, boeken, buffs, shirts, boeken, buffs ja. mokken, allerlei uh, leuke zaken. Dus uh, bestel dat vooral met 25% korting. We gaan snel zoomen met vroemen, want Doe. ik wil nou wel eens weten hoe kan ik zo'n BRIC-training goed uitvoeren. Ja. We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, hey, goede Guido. Morgen. Hey, fijn dat je er weer bij bent. We zijn aan het zoomen met vroemen over brick training. En ik dacht dat het over bakstenen gaan, maar ging, maar dat bleek gewoon vernoemd te zijn naar nou, meneer Brick, Matthew, die daarmee, Matthew, Matthew brick. brick, die ermee yeah. begonnen is. We hebben het al veel over gehad over hoe dat werkt, waarom dat werkt, waarom dat zo'n verschrikkelijk goed idee is voor triatleten. We zijn nu bij jou op zoek naar wat praktisch advies. Namelijk, uh, kun je dat nog slim doen of minder slim doen? Of maakt het niet zoveel uit? Gaat het erom als je het maar combineert? Of heel dom juist. Kan je het heel dom juist. doen? Kan het er te veel tijd tussen? Nou, dat soort dingen. En, en ook wel die andere kant vind ik altijd leuk. Kan je dit nou ook nog verkeerd aanpakken? En heb je daar een leuk voorbeeld van? Dus uh, Guido, ik gooi een kwartje erin en zeg... Bricktrainer, hoe pak ik dat goed aan? Ja, op zich heb ik daar niet heel veel spannende adviezen voor. Ik vind het wel belangrijk dat je het gewoon... He, dat je het doet. En um, dat hoeft niet per se te zeggen van. Ik ga zwemmen, dus ik doe triathlon. Hierna moet ik dus. Als ik een briktraining ga doen, moet ik meteen gaan fietsen. Omdat dat in die volgorde. In, in de die ook, ja. ja Nou, andersom. Als ik ga fietsen, moet ik ook daarna pas lopen. Ik kan ook andersom allemaal hoor. Gewoon wisselen. Het He, gaat om de wat... afwisseling van de trainingen, zeg je. Ja, en ook, en dat, dat is vaak het lastigste. Als je hard gefietst hebt om dan meteen te gaan rennen en dan hard te gaan lopen. Dat mensen zeggen, wow, dat voelt slecht. Ja, yeah, dat voelt He? het ook. Yeah. Dat voelt het ook, ja. Yeah. Dat klopt, maar als je achteraf kijkt van... Well, die eerste kilometer voelt echt zo dramatisch slecht. Maar hij was niet eens zo heel erg langzaam. He? Je liep nog steeds best hard. Yeah. Het gevoel wordt daarna wel beter, coördinatief. En, en dat is wel iets wat je door het vaak te doen... Ook beter in wordt. Hè? Dat, je daar dat, 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 minder, dat je daar minder last van hebt. Ja, en dat is precies ook de hele reden waarom we het doen natuurlijk. Ja. Want je wil in de wedstrijd daar met een goed gevoel uitkomen. Dan zijn er ook triatleten hey. die je kent die juichend eigenlijk zeggen: Ah, ik ga lopen en de eerste kilometer voel ik me zo heerlijk altijd. Ja. Eindelijk van die fiets af. Ja, ik denk het wel. Dat die er wel zijn. Ja, ja. Ja. Omdat ze gewoon, <laughs> ze gewoon helemaal stuk gaan op die fiets. Ja, ja, dat ja, ze precies. denken: Oh, eindelijk mag ik gaan, mag ja. Ik gaan rennen. Ja. ja. <laughs> Ja. Nou, ik ben toch ja, op zoek naar wat, wat grenswaardes. Even kijken, we gaan brikken. Is er ja. uh, in jouw filosofie nog een, een soort minimale afstand? Stel, ik heb een fietstraining nee. en ik doe even die typische t nee. T2 to go. Nee, maakt niet uit. Nee, maar voor mij, weet je als, je, als je puur de overgang wilt trainen, dan zeg ik al, nou ja, weet je, je hebt twee uur gefietst, waarbij het laatste stukje bijvoorbeeld van het fietsen, de laatste tien minuten heb je gewoon hard gereden, finale gereden, hè. Om het zo te zeggen, wat ze in koersen doen. Ja. Je komt thuis, je zet je fiets netjes neer, schoenen, fietsschoenen uit, helemaal af, loopschoenen aan en een kilometer hard rennen. Nou, nee. dat was het. Ja. Dan was het al. Dat en al, dat hoeft, al, hoeft echt al niet op wedstrijdtempo uh, verder. Uh, dat mag. Maar dat hoeft niet. Tuurlijk. Ja. Als, je ja. dat, als je dat wilt aanvoelen, dan zou ik dat wel doen. Ja. Hè? Dan zou ik gewoon meteen hard wegrennen. En dan, ja, dan kun je naar een kilometer klokken en dan draai je om en dan loop je rustig terug. Ja. Oké, okay, dus afstand maakt niet uit. Dan even die nee. wisseltijd. Ik heb wel eens meegemaakt. Uh, ja, je kan natuurlijk dat met. dat is wel iets. Ja, toch? Want je kan, je kan meteen weg. Je kan ook ja. eerst even je fiets ophangen. Even spuitbusje zo schoon eroverheen. Even Zies. afspoelen, droogmaken, <laughs> kleren wisselen. En dan Kusje, pas een uh, kopje Kort koffie. En dan uh, na twintig minuten op pad. Heeft het dan ook nog ja. zin? Het heeft op zich natuurlijk nog steeds zin. Want het is dan weer een training erna. Hè. Soms dan denk je wel, ja weet je... Pff. Het hoeft niet zo snel achter elkaar. En uh, ik ben net voor de regen thuisgekomen op mijn fiets. Het zijkt als een uh, enorm buiten. En over een kwartier is het weer droog. Dus ja, ja ik uh, wacht wel even een kwartiertje. Ja. Dat is misschien net zo slim dan. Maar ja, wat, wat, het is een ander effect. Hè. Je bent natuurlijk dan weer langzaam in, in het herstelfase gekomen. En je kunt dan weer eigenlijk weer in, uh, in de warming-up uh, beginnen. Ja, dus je, je bent in feite dan gewoon meer aan het trainen die dag, maar niet zo ja. specifiek die wissel aan het trainen. Met een korte rust. Nee, precies, met een korte rust. Ja. Maar wat je zei: er zijn natuurlijk best veel triathleten die niet zo heel snel kunnen wisselen. <laughs> en... Er zit er hier een op de bank. <laughs> <laughs> maar ja, kunnen of ja, willen, hè? He? Ik heb ook triathleten in mijn, <laughs> hè, in, in mijn stal, om dat zo te zeggen. Die je zijn echt supersnel in het zwemmen, supersnel in het fietsen en supersnel in het ja. lopen. En dan een wedstrijd overal de snelste tijd neerzetten en dan niet winnen. Ah ja, in die wissels. Ja. Want je de hebt wissertijd. mensen die zijn heel goed in wisselen Ja, ja. <laughs> ja, ja. Alleen ja, daar krijg je dan uiteindelijk dan toch geen prijs voor, maar het helpt je wel. <laughs> dat is dus jammer, Er ja. zou een ja. wisselkoningbokaal moeten komen. En dan, T1 en T2 bokaal. Maar dan, dan zeg jij, ja, helaas, die mensen kunnen dat gewoon niet. Of is het bij hun echt een nee. kwestie van trainen? Dat valt. Ja, Iedereen dat moet, moet dat uiteindelijk gewoon ja. kunnen. Iedereen ja. kan dat. Gewoon ah, snel, kijk. snel, snel. Oefenen, oefenen, oefenen. Ja. Ja. En voor mijn part uh, uh, heb je ook nog trucjes met, met, met bepaalde veters. En, ja. en, en bepaalde schoenen wel en bepaalde schoenen niet. Ja. Daar, daar, dat kan iedereen oefenen. Ja. Praktische vraag, Jurgen. Doe jij wel eens briktraining eigenlijk? Even jouw sportbeleving er weer bij halen? <gacht> Te weinig. Ja? Nee, echt niet. Als weinig. jij het doet, ja. ga je dan in je fietskleren rennen? Wissel je alleen schoenen of wissel je alles? Nee, dan ga ik wel in mijn fietskleren even rennen. Denk ah ja, met, ja. ja. Die, met die dikke zeem tussen je benen. Ja, met Kantig die dikke prima. zeem, ja. Ja, nou ja, dit is waarom ze ook altijd ja. zeggen: tri suit want je kan er niet met ze zeker ja, rennen. Ja, dan heb je erin gezwommen, snap ik ook wel. Maar allemaal. als ik bij mijn fietsclub in mijn trysuit aankom, ...zeggen ze: Heb jij nou weer aan? Dus ja. dat is ook weer gek. Ja. Dus, uh... ja, dus nee, jij denkt er nee, wel, kunt wel kunt aan. prima rennen. Nee, ik doe ja. het eigenlijk, eigenlijk nooit te weinig. Je, je doet het nooit? Nou, zeg je nou dan. Amper. Oh. Nee, maar gaat dat vaker wel op? Ik, ja, de aanleiding van deze aflevering. Maar ik toch? vind het fijner eigenlijk om eerst hard te lopen en dan te fietsen op de een of andere manier. Maar ja, dat nou, kan ook, zegt iedereen. Mag dat dus ook, Girard? Ja, elke ja, af is niet Je hebt ook duobatlons, hè? Ja. Hardlopen, fietsen ja. ha ja. en dan weer hardlopen. Ja. Ja. Dat deed ik dat vroeger heel vaak, dat is, dat is geweldig. Ja. Ja. Anders is het een, in de winter. Uh, nog een onderschat onderdeel uh, van toch een uh, boel in de triatlonwereld? Of ja? Is jouw ervaring wel. Uh, Wisselen bedoel je dat? Ja. Ja. Ja, 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 let maar op. Er zijn er echt heel veel die daar. Op specialiseren. Ik weet nog, hè, dat hebben we denk ik hier ook wel eens besproken, eh, met, dat je je schoenen, als je off-road eh, triathlons doet, dat je in je loopschoenen alle plaatjes kunt laten maken, zodat je eigenlijk geen schoen hoeft te doen. Oh ja, 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 heb jij verteld. Ja, ja, en, op, de, uh, de, ja de, heel de, kort wel eens ja, benoemd ja. als een innovatie, klopt. Ja. Ja, ja, maar weet je, dat, uh, je, kunt, je kunt natuurlijk gewoon slim nadenken, ja. maar ja, maar wat wat kan ik nou nog meer doen waarbij um, mijn wissel sneller wordt en ik een bepaalde handeling niet meer hoef te doen. Ja. Een, je noemt het schoenplaatje. Wij hebben, ik kwam een studie tegen waarin ze geschoven hebben met het schoenplaatje, iets naar achteren. Ja. En daar vonden zij een voordeel van uiteindelijk voor de overgang. Of voor uh, ja, de, de, ja. De, de, de proefpersonen gingen dan toch nog net even wat harder rennen na het fietsen. Ja. Is het de moeite waard om daarmee te gaan spelen? En, uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, de zadel, penhoek, et cetera. Ja, ja midkleed. Ja, ja. Uh, daar heb ik echt al uh, 15 jaar geleden al mee geëxperimenteerd. Ja. Waar kwam jij op uit? Ja, het helpt voor triatleten. Kan het wel helpen? Omdat je, je als je um, met fietsen, dus meer het plaatje dus, hey, onder, je, onder het midden van je voet hebt staan, mm -hmm. dan zul je minder vanuit je kuiten. ...gaan activeren, want je duwt... ...met een platte voet omlaag... ...en niet, met, zeg maar, die gaat niet ja. enkelen... ...want je bij een sprint eigenlijk... ...in het wielrennen... ...wel weer vaak moet doen... Ja. ...maar bij um, triathlon... ...rij je gewoon een soort tijdrit... ...en dan kun je ook gewoon met een vlakke voet... ...dus dan kan dat plaatje, ver, dat plaatje verder naar het midden... ...en dan duw je gewoon met een vlakke voet omlaag... ...en dan duw je eigenlijk meer met je... ...met je beelspieren... ...en met je quadriceps, bovenbeenspieren... Ja. Klinkt De kuiten dus wel... worden redelijk gespaard. En die heb je nodig tijdens het hardlopen. Ja, dit klinkt eigenlijk wel heel goed onderbouwd. En een van mijn vragen meteen was: Guido, maar misschien heb jij daar dan ook visie op? Ja, leuk, want, want wetenschappelijk nu ook aangetoond, gaat je helpen. Zeker in het eerste stuk uh, lopend. Maar ja, ik zei meteen: hoeveel lever je dan in op je fietsprestatie? Nou, uh, dit is het niet zoveel. Nee? Nee, niet zoveel. Maar wat, wat, wat is het probleem? Als je je plaatje. Dus meer naar het midden van je voet gaat schuiven. Dan gaat dus eigenlijk je hele schoen gaat ook verder naar voren. Ja, je tenen steken verder over je trapper heen. Kijk, die tenen komen dus veel verder naar voren toe. En als je dan merkt van met een bocht rijden en mm. je voet staat horizontaal. Komt dat voorwiel tegen je schoen aan. Oh, ja. oh shit. Ja. Dat is een praktisch nadeel. Oh, ja, als je ja. alleen maar rechtdoor moet rijden ja. en één keer moet draaien. Dan is het niet zo erg hoor. <laughs> Nee, exact. Maar ik hoor eigenlijk twee dingen die mij al meteen doen denken, opschrijven: niet experimenteren in de wedstrijd, ja. even trainen. En je zegt je gaat je bilspieren en je of eh, quadriceps meer aanspreken. Nou, daar wil je dus denk ik dan ook wel even getraind hebben. En dit bochtenrijden ja. is dus ook even een aspect wat je even ja. moet gaan oefenen. Ja, zeker. Ja, toch? Ja. ja. Mooi, nou dat vind ik toch een verrassend concrete tip ja. die wij hier nog even uit de briktraining aflevering halen. Maar dan denk ik, uh, uh, al jouw triatleten die je begeleidt... hebben die inmiddels de mid cleat position voor their nee. Uh, shoes? Nee. Maar, nee. Okay. nee, maar dat fascineert me dan ja. toch. Want als je dat hier zegt en je zegt ik heb geen problemen, weet het al heel lang, is het dan niet zo significant dat je het iedereen als een soort van ongevraagd advies aanraadt? Nee, het geeft nogal, weet je, het is ook wel een heel gedoe om, om je schoen te gaan opbouwen daarvoor. En het praktische, dus met wat ik al zei, die schoen, de voorkant van die schoen tegen de voorwiel aan, ja. Tik, ja, je, dat, dat is echt onhandig. Dat, dat, dan, ja, als dat gebeurt, dan val je dus ook zo. Het heeft misschien wel een beetje voordeel, maar als je zelf al een traptechniek hebt waarbij je redelijk goed met een vlakke voet kunt rijden, in Fuh. plaats van met je tenen omlaag wijst, zeg maar hak omhoog, ja, dan... Ha, ha, dan is er het, de winst ook niet zo groot. Ja, ja, ja. Snap hem. Oké, okay. ja. Nou. Uh, goed, volgens ja. mij zijn we eruit, toch? -training. We hebben begrepen wat het is, wat vandaag of wat we doen. Ik kan me voorstellen dat de mensen zitten luisteren en nog tips, adviezen, aanvullingen of vragen, suggesties voor andere onderwerpen hebben. Nou, dat vinden we leuk. Blijf vooral luisteren. Zometeen op het einde van de aflevering nog een LinkedIn-tip om sneller, te, slimmer te presteren op je werk. Als je wil reageren, kun je naar social media. Zijn we de #slimmePodcast op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ik zei het al. Ga ons vooral volgen. Je vindt iedere vrijdag de aflevering van die week, waar die. Ook over gaat, kun je hartjes delen, duimpjes, retweeten, instagrammen, of je kan ons daar natuurlijk ook DM'en. Als je nou zegt, Nou, ik weet wel mensen voor wie deze aflevering interessant is, ga dan vooral ook even naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina. Daar kun je onder reageren met aanvullende teksten of aanvullingen, dat gebeurt ook regelmatig. Of je kan de link pakken en doordelen en doorsturen naar iemand die dat interessant vindt, of je mag ons mailen. Net zoals uh, de sapsomelier ja. deed in deze aflevering. Deed hij goed? Via post. Slimmerpodcast.nl. Mooi. Eind maart. Nog een week of twee uh, voordat we naar Rotterdam gaan. Uh, Guido, gaat de taper al beginnen? Of gaan we nog een beetje doortrainen deze week? Nou, langzaam gaat hij uh, wel uh, beginnen. Hè? We gaan langzaam al. Uh, 16 dagen nog. Uh, ik zou zeggen, hij heeft zoveel gemist, maar uh, oké. Okay. Nou. We ja, hebben het dat nou is, wel, dat even. hebben we al nog behandeld. Ja, ja dat, is, dat is, we dan we dan hebben dan we mooi kun op door kunnen, kunnen vangen. vangen ja. En ik ja. denk: ja, we hadden nog wat in te halen. We zijn eindelijk, we zijn net de dag voor de marathon. Dan waren we klaar met het schema. We hebben een heel kort tepertje: een, ja. een avondje. Nee. En moet hij nou op de fiets naar Rotterdam? Vind je, omdat hij uh, zoveel geoefend heeft met fietsen en lopen die ah, mis overgang? Misschien vanaf halverwege opstappen. Oh, dan ja, er toe stukje, dan het uh... Een Stukje Stukje met de trein en een stukje met de fiets. Nee hoor, ik ga lekker met de bus. Ik heb ook, uh, dat is nog wel een tip. Durf ik dat te delen? Ik hou die altijd een beetje voor mezelf. Maar je kan dus gewoon een parkeerplaatsje reserveren in de parkeergarages uh, Schouwburgplein. Dat is recht voor het centraal station. Onder het Centraal Station rijden Dan kom je naar boven. Sta je op het Schouwburgplein. En uh, dan heb ik gewoon lekker in de auto. In dit geval in de Slim Besteren bus. Als je hem ziet staan, <laughs> maak even een selfie. Dan uh, uh, heb ik lekker al mijn spulletjes en mijn fiets en mijn ding staan. En die heb zo. je al gereserveerd nu? Zeker, al lang. Anders zou ik dit ah, niet roepen. Okay. Word... Sterker nog, die had ik uh, <laughs> eind januari al gereserveerd. Nee, nee, dat is het goed. Dan, is het ja, geen... dan kan er niks gebeuren. Precies. Hé, hey, uh, volgende week, paasweekend. Ja. Gaan we doen. Jee. Eieren. Wat gaan we ook alweer doen? We hadden een meeting, tank. He? Ja, nee, tank, niet leuk. heel nodig voor de marathon. Maar uh, Guido, daarin ja. zit nog een fragment uit het uh, Slimmer Presteren Sportlab. Ik heb nog nooit iemand zich zo erg uit elkaar zien trekken. Dus daar verheug ik me nu al op. Ja, maar dat hoort erbij. <laughs> ja, dat, dat kan dat jij. Is ja. <laughs> ja, dat is de anaerobe tank. Precies, heel goed. Guido, tot volgende week. Tot volgende week. Yes. Jurgen, tot volgende week. Hoi, hoi. Hoi. Goed dat je nog luistert, want aan het eind van iedere aflevering delen wij een tip om slimmer te presteren op je werk. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap, inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden? Nou, een, Ma een Maastrichtse studie. Ook weer naar herstel en gebruik van eiwit. En uh, tot mijn eiwit? verrassing. Ja? ja, eiwit. Ging het dit keer om, um, als je nou een workout in de avond doet, je ja. gaat bodyboosten of uh, zwemmen, wat wij wel eens doen. Hè? Ja. Dan is het toch goed om net voor het slapen gaan een half uurtje voor een bakje kwark te eten. Nee. Ja, want zij hebben liet... we toch met Kas dat helemaal zitten bunker. Ja, maar ik denk dat dat gaat om sporten overdag en overdag eten. Ja. Maar juist in dit geval lieten zij zien dat s'nachts de aanmaak van eiwit in de spieren bevorderd wordt. op het moment dat jij net voor het slapen gaat, dat bakje kwark eet. Dus en ja, als je dat doet, dan voel je je extra fit de volgende ochtend wanneer je weer uh, aan de bak moet. Lekker. Mag het ook dubbelvlaar zijn? Het mag voor mij ook dubbelvlaar zijn, Gerrit. Ik zal er aan denken vanavond.